geschorst. En Jesus komt in het middenveld in de plaats van Kums. En Godot komt centraal in steun van die Nicholson. En dan kunnen Kayembe en Van Kleemput op de flanken als wingbacks gaan fungeren. Dus eigenlijk... Charleroi hebben ze moeite om de eigen helft te verlaten. Vadis schept hem nu naar de rechterkant. Castromontes. En dan... weer achteruit leggen. Hier is Bezous. Schot wijkt af. En dan Decon, die hem niet kan tegenhouden voor de doellijn. Uiteindelijk is het Tissoudali met de gebalde vuisten. Maar mij leek me die bal misschien al wel achter de lijn zijn geweest. En dan is het nog even afwachten, debatteren wie dit doelpunt mag opeisen. Goed storenwerk, dan diep gaan. Bal goed terugleggen naar Yaremchuk. Hij ook met het overzicht. En dan het schot van Bezous afgeweken op Dessolij. Tissoudali makkelijk voorbij Gilles, maar dan in de voeten van Kayembe. Stoorwerk van Yaremchuk en Tissoudali. Yaremchuk bewaart opnieuw het overzicht en Bezous kon nog eens knallen. En die gaat dan onderuit en Verbomen wijst naar de stip. Het is Franjes, denk ik, die daar met een tackle uitpakt. Nee, het is niet Franjes, denk ik, want die wordt daar uitgespeeld. Het is Kypre. Ja, het is Kypre. Maar is het een strafschop? Ja. Met Frankie van der Elst in het verliezende kamp toen bij Oostende. Ja. Maar genoeg over het verleden. En gaat Agent ook dat penaltytrauma naar het verleden kunnen duwen. Bezous legt hem zeer keurig in de linker benedenhoek. En 2-0. En als we die eerste goal ook aan hem toeschrijven, heeft hij op 7 minuten tijd. Dus. Eerder Franjes met de overtreding dan Kypre. Hij grijpt ook naar de rug, dus het moet wel langs achteruit zijn gebeurd. Dat is toch, blijft toch een probleem bij Franjes. Dat soort onbezonnen tussenkomsten. En ze kunnen het dus nog wel op zo van die hoge ballen. Golisade, er blijft iemand liggen in het geel. Golisade krult hem nog bijna in de verste hoek. Ja, de Godot die blijft liggen. Dan raakt hij ook voorbij Hanke Olsen. Kan hij eens een voorzet afleveren. Met zijn mindere rechter doet hij het wel goed hoor. En dan Bollat. Die begint te grabbelen. En in tweede instantie hulp nodig heeft van een verdediger. Om de aansluitingstreffer te verijdelen. Voorzet. En hier met een gelifte bal eigenlijk. Niet echt voorbij zijn man geraakt. Maar dan met Rex voorgezet. En uiteindelijk... komt Bolat die bal nog pakken nadat Nicholson die bal inkopte. Maar toch maar gelukkig dat... Denken ook niet meer aan dat goede door corona gekorte seizoen. Goed balletje wel van Theodorczyk. Golisade blijft overeind. Ja, toch nog goed meegelopen door Owusu. Goeie voorzet ook van Val voor zijn voormalige spitsbroeder. Die nu alleen Castromontes. Een paar stroken van de Gelamco Arena die soms... vlot voetbal moeilijk maken. Deze keer wel een vlotte aanval van Gent. Veel ruimte bij Tissoudali. Vadis heeft hem gevonden. En dan schiet hij via de deklat binnen. Heerlijke goal van Tariq Tissoudali. Zijn 12e van het seizoen. Merendeel van die 12 voor Beerschot. Helemaal uitgeteld. Ja, dit is knap van Yaremchuk. Nu deze tik op Ojija. En in een overtal ook even toch Gent goed naar binnen lopen. De ruimte vrijmaken voor Tissoudali. Het was Castromontes die dat deed. En dan keihard uithalen. Onderkant lat en binnen. Ik denk zelf dat het een paal was. Ja. Nou, kruising. Ja, kruising. Het is wel schitterend afgewerkt door de Amsterdammer. Die zet dus Gent deze slechte situatie nog weten om te keren. De match tegen Eupen lijkt de maat voor niets te gaan worden. Zeker als Yaremchuk er misschien nog 4-0 van kan maken. Yaremchuk, die bal leek nog de paal te likken. Zal u wel geïnteresseerd zijn. Wie niet trouwens. Maar blijft toch nog maar even bij ons. Golisade, Golisade. Golisade nog steeds. Hij houdt daar 5 man aan de praten en dan weet hij te scoren. Bolat ziet die bal wat laat komen. Maar toch gaat de keeper denk ik niet compleet vrij uit. 3-1. Voor Gent is de voorsprong nog wel riant, maar wat doet de scheidsrechter? Zoeken en zoeken. En uitmaken of Verbomen misschien zelf de knoop moet doorhakken aan de monitor. Dan gaat hij het even uitleggen aan de kapitein van Charleroi waarom de doelpunt niet doorgaat. Of, dat lijkt het wel te zijn. Ja, ging richting de bal. Dat gaan we zien hier. Kijk, even. Bolat zijn...
20 minuten nog te gaan. Nog altijd 3-0. En misschien wordt dat zelfs meer met Castromontes. De redding van Descamps. Hij verkoos de korte hoek. Om hem onder druk te zetten. Kijk, twee keer dan nog raken. Dat was er eentje te veel. Goede redding wel van Descamps. En met leven wilde zuur maken. Alexander de Bruin. Tweede keer dat hij aan de bal komt. Zou natuurlijk graag debuteren met een doelpunt. En gaat dat misschien ook wel doen. En krijgt een tweede poging in de rebound. Doet hij dat? Hoe lang staat hij erop? Ja, nog geen drie minuten. Drie minuten inderdaad, ja. Een geweldig debuut van een man die dus zo lang in de lappenmand lag. Van Descamps. Maar dan is hij snel op die bal. Weet hij dat hij nog een rebound mogelijkheid heeft. En vanuit een scherpe hoek. Die schiet nog op het been van Descamps. En dat was het laatste wapenfeit van deze wedstrijd tussen AA Gent en Charleroi. Uiteraard blijdschap op de bank van AA Gent. Ook al kan je dat moeilijk zien met de mondmaskers. Maar...